Ben je op zoek naar de goedkoopste Nederlandse 4x15 coins? Ga naar fastutcoins.nl, links in de beschrijving. En gebruik de code DNP5 voor 5% extra korting. Hallo, met je Koen van Op en Snel met vandaag een nieuwe commentaar over jullie. En vandaag gaan we weer een pack opening doen. En als je kan horen, ben ik een klein beetje schor. Het heeft zo zijn redenen. De allereerste reden is eigenlijk, aangezien een serious request is, nu op dit moment zeg maar. En het is sinds donderdagavond. En ja, ik ben tot nu toe donderdag en vrijdag gegaan. En ik ga vanavond ook weer. Ik zal nog een schordere stem krijgen. Maar het is echt zo leuk. Trouwens mensen, als je in Haarlem woont, je bent nog niet gegaan, ga gewoon. Het is echt lachen. En wat veel belangrijker is eigenlijk, ik heb de 10.000 abonnees gehad. Echt super erg bedankt. Ja. Dat ik dit ooit heb mogen halen, dat had ik echt nooit mogen dromen. En nu gaan we gewoon door en dan ga ik zo snel mogelijk 20.000, 25.000 en dan gewoon door 50, 100. Zo gaan we ervoor. Maar in ieder geval mensen, dus super erg bedankt dat jullie allemaal geabonneerd zijn. Super erg bedankt voor de steun. Wat ik ten eerste ga doen voor de 10.000 abonnees is een Q&A. Dus als je vragen hebt, laat dan een comment achter. Ja, dan zal ik daar gewoon vragen tussen uitpikken. Ik maak er denk ik 1 video van, misschien 2 als het goed ontvangen wordt. Als deze video weer 500 likes kan halen, zou ik super awesome zijn. En we gaan ondertussen maar wat packs openen. Er zijn volgens mij speciale pakketten aangezien het zo futmus is. Dus we gaan even kijken. Nou, niet bij goud in ieder geval. Ja, hier zijn pakketten. Verbruiks-item pakketten. Nou, dat wordt hem dus niet. We gaan gewoon even wat packs openen. Ondertussen ga ik even wat vertellen over mijn YouTube-carrière tot nu toe. Dat had ik ooit al gemaakt, zo'n video. Maar het zei, oh mijn god, ik krijg gewoon Sturge. What the fuck? Ze hebben duidelijk door dat ik... Oh, hij is maar 30k. Maar ik dacht dat hij 70k was. Maar alsnog, what the fuck, gewoon Sturge. Mijn allereerste pack. Jongens, de pack luck is real. Maar in ieder geval, ik ben al een tijdje bezig met YouTube sinds 2012. Maar ik heb echt in anderhalf jaar had ik maar 2000 abonnees. En ik ben in maart begonnen met FIFA, maart van dit jaar. En ja, sindsdien is het zo snel gegaan. Want die stap heeft mijn kanaal echt gered. Want ik was bijna gestopt met YouTube. En toen was het zo van, nou, ik ga mijn FIFA uploaden. En het werd meteen goed ontvangen. En kijk waar we nu zijn, 10.000 abonnees. Ongelooflijk. Ik haal meer dan 100.000 views in de maand. Dat is echt gewoon insane. Dat is echt zoveel. Ik kan het eigenlijk gewoon niet verwoorden hoeveel het is. En daar kan ik jullie alleen maar voor bedanken. Jullie zijn degene die kijken. Ik zie gewoon subs die zeg maar sinds mijn Call of Duty tijd al kijken. En die zijn echt, nou, daar heb ik echt zoveel respect voor. Dat die gewoon zo lang naar mijn video's kijken. En dat vind ik gewoon, ja, echt sick. Maar ook de mensen die hier nu net nieuw bij komen, voel je nou niet verminderd of zo. Ik weet niet of dat iets is. Want jullie zijn ook allemaal insane. Ik hou echt van stuk voor stuk van jullie. Dat jullie gewoon geabonneerd zijn op mij. En mijn video's kijken, mijn video's liken. En dat mijn kanaal gewoon leeft, zeg maar. En groeit. Ik haal nu gemiddeld laatste maandag hou ik gewoon 1000 abonnees per maand erbij. Dat is echt ongelooflijk. En ja, ik heb er gewoon bijna geen woorden voor. Maar ik ga dus in ieder geval een Q&A doen. En de Q&A, dat komt dus op mijn kanaal te staan. Dat is redelijk logisch. Laatst dat ik een Q&A heb gedaan, is volgens mij echt al een jaar, meer dan een jaar geleden. Maar dat weet ik echt niet zeker. Maar voor mij wel. En ja, misschien willen jullie dingen van mij weten. Je mag gewoon alles vragen. Of ik het beantwoord in de tweede. Er zullen flink wat vragen komen. Dus ga niet huilen als je vraag niet beantwoord wordt. En misschien doe ik dus 2 video's als het zoveel leuke vragen zijn. Dat ik denk van, nou, er moet even 2 video's van komen. Kan natuurlijk, ja, kan gebeuren. Kan lukken natuurlijk. Ik ga volgende week echt meer uploaden. Want ik heb natuurlijk kerstvakantie. Super awesome. Ik denk dat ik een paar dagen achter elkaar, wel 2 dagen zeg maar, achter elkaar ga uploaden. Aangezien natuurlijk de afgelopen 2 weken een beetje, ja, matig geüpload heb. En daar baal ik dan zelf ook echt oprecht van. En daarom denk ik van, nou, dan moet ik dat weer, zeg maar, een soort van gelijk trekken door straks wat meer uploaden. En ik hoop jullie dat ook leuk vinden. Volgens mij wel. Want ja, jullie support is echt insane. Ik ga binnenkort ook weer livestreamen. En dat vinden veel mensen ook leuk. Ik heb echt wel heel lang niet meer gelivestreamd. Maar ik ga binnenkort weer beginnen. Ik ga denk gewoon FIFA en ja, Football Manager waren helemaal niet zoveel positieve reacties over. Dus dat ga ik waarschijnlijk niet doen. Ik ga denk gewoon met name FIFA livestreamen. Maar ja, ik zal nog niet heel veel packs gaan openen. Want ik moet echt coins sparen gewoon. Voor Team of the Year. Want ik wil rond Team of the Year wil ik wel gewoon een paar miljoen coins hebben. En dan moet ik dus even eigenlijk niet te veel pack openings doen zoals ik nu doe. Want ik open eigenlijk helemaal alleen maar packs om iets op de achtergrond te hebben. En we krijgen ondertussen Ramirez. En Ramirez is volgens mij een goede speler. Ik weet het niet zeker. Ik weet niet of hij waard is. Maar als hij wat waard is, zou het hartstikke mooi zijn. Ramirez is gewoon 40k. Wie betaalt er nou 40k voor een CVM? Wel met 88 pace, maar 40k, what the fuck? Ik hoop ook zo erg dat ik een keer een Team of the Year speler kan packen. Want ik heb nog nooit een Team of the Year speler gepackt. En het lijkt me zo insane. We krijgen trouwens Lacazette. En Lacazette is echt een beast. Wat ik trouwens ook wel leuk vind als jullie dat kunnen commenten is, sinds wanneer je zeg maar mij kijkt op YouTube. We gaan trouwens even dit feedbackje openen. Sinds wanneer kijk je mij op YouTube? Dat vind ik eigenlijk best wel interessant te weten. Want ja, sommige mensen die... En dan zie ik ze commenten en denk van, ja, ik weet gewoon al dat jij gewoon bij mijn kot video zou kijken. En dat vind ik gewoon zo leuk om te zien. Dat mensen gewoon echt met je meegroeien, zeg maar. Ja, dat vind ik echt, ja, echt tof. Ik had ook als doel gesteld om voor 31 december, dus dit jaar, 10.000 abonnees te halen. Dat is me ook gelukt. Dus daar ben ik super blij mee. Ik ben blij dat ik gewoon mijn doel gehaald heb waarvoor ik het zeg maar deed. Wat ik dus ga doen naast een Q&A, terwijl
we soldaten in een pack krijgen. Is, ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik wil nog iets doen. Iets, ik weet niet of het een giveaway wordt of een... Ja, gewoon, ik wil nog wel even iets leuks doen. Ik moet nog even precies nadenken wat. Alleen, ik ga sowieso nog wel iets doen. Ja, dat zullen jullie allemaal nog zien op mijn kanaal. Dat is natuurlijk hartstikke leuk allemaal. Ik heb er ook gewoon, ja, ik heb daar gewoon zin in. Ik heb gewoon zin om ook het nieuwe jaar gewoon video's te maken. En ik ben eigenlijk nu al benieuwd naar, zeg maar, volgend jaar. Hoeveel subs ik dan heb. En ja, eigenlijk slaat het nergens op, want ik heb gewoon nog een heel jaar. Maar ik ben er gewoon nu al benieuwd naar. En dat is eigenlijk... Dat slaat nergens op. Maar ja, het zou kunnen dat ik dan 22.000 abonnees heb als het doorgaat met de groei zoals het nu gaat. Dat is natuurlijk echt insane veel. Maar misschien is het wel veel meer. Omdat je natuurlijk, hoe groter je wordt, hoe sneller je gaat groeien. En misschien gebeurt er wel iets dat ik bij zo'n groot kanaal mag uploaden of zo. En dan ben je binnen no time, weet ik veel, groot. Dus ja, ik ben echt benieuwd wat de toekomst me gaat brengen. We krijgen trouwens Arek Milik. Hij heeft 2 star skills. Nou, we denken, jezus, hij is een slechte kaart. Zeg, man. Maar mensen, ik ga deze video langzaam afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Hartstikke bedankt voor de 10.000 abonnees. Ik vind het echt super awesome. Ik sta echt hier met mijn bek vol tanden. Hartstikke bedankt mensen. Ik zit in ieder geval weer helemaal vol met motivatie om nieuwe video's te maken. En ik hoop dat jullie ook weer vol met motivatie zitten om mijn video's te liken. Want het is natuurlijk, ja, echt geen moeite om te liken. En wel wat moeite om te maken. Maar ja, ik hoop dat jullie dat waard vinden. Mensen, ik wil jullie super erg bedanken. 10.000 is een enorm getal. Ik zeg, like, veel regen, abonneer de volgende keer. En ik zeg, doei. En we krijgen in de laatste pack. Kak. Maar we hebben wel gewoon 2 goede spelers gekregen. Dus mensen, later.